gaan nu een hele donkere ding in. Maar er is één lichtpuntje. Tenminste, klimaatverandering. We gaan een heel zware tijd in. Zijn er lichtpuntjes? Nou, professor Dr. Detlef van Vuren, hij werkt hier in Utrecht op de universiteit en ook bij het Planbureau voor Leefomgeving. Hij wordt onder andere gezien als nummer 4 van de meest invloedrijke klimaatwetenschappers van de wereld. Dat zag ik ergens. Hij maakt allerlei modellen waar hij eigenlijk allerlei verschillende disciplines bij elkaar maakt. Klimaatscenario's, en dat deed hij ook voor het IPCC-rapport, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En de weg naar Parijs is een heel smal paadje, zegt hij. Dus mag ik een groot applaus voor onze gids in die donkere tijd, Detlef van Vuren. Ja, je lacht wel. Je moet een beetje naar het publiek gedraaid, want ik kreeg al commentaar. Ja, dus... ja, heel goed. Nou, is hij leuk of niet? Nummer 4. Ja, dat is eigenlijk geen goede positie, toch? Als je topsporters vraagt, dan 4 is een hele zure plek. Maar van de 1000 klimaatwetenschappers... Ben jij duizenden. Even, duizenden, ja, sorry. Ja. Ben jij wel het meest geciteerd, geloof ik, in allerlei disciplines? Ja, en het is een beetje een vaag lijstje, want hoe bepaal je of iemand nou invloed heeft? Ik denk het belangrijkste is dat we een beetje die boodschap voor het voetlicht krijgen. Ja. En wat is jouw boodschap? Het boodschap is dat we absoluut moeten gaan veranderen. En dat het ook... het is belangrijk, want er is heel veel op het spel. Maar het kan ook. Het kan, hè? Ja. Ja. Maar het citaat is van... Dit is een heel smal paadje, hè, de weg naar Parijs. De klimaatdoelen. Eigenlijk iedereen denkt toch... We halen het helemaal niet. Ja. We kunnen als klimaatwetenschappers heel goed vaststellen wat er nodig is, hè, om binnen die 1,5 graden te blijven. We hebben klimaatmodellen en daarmee kunnen we bepalen hoeveel CO2 je nog in de lucht mag stoppen of hoeveel broeikasgas je nog in de lucht mag stoppen om binnen die 1,5 graad te blijven. En dat drukken wij uit in miljarden tonnen CO2 en gigatonnen. Ja. Dat zijn 400 gigaton CO2 zou je nog mogen uitstoten, wil je binnen die 1,5 graad blijven. Ja. We stoten nu jaarlijks ruim 40 gigaton CO2 uit. Dus als je op het huidige emissieniveau blijft, ben je binnen 10 jaar... 10 jaar heb je het opgebruikt. Het is net een taart, hè. We eten nu zulke grote happen, binnen 10 jaar ben je er doorheen. En wat gebeurt er dan? Dan ben je die 1,5 graden voorbij. Allang voorbij gestreefd, hè? Ja, en we weten ook wat de gevolgen zijn van 1,5 graden, van 2 graden of van veel hoger. En ja, het is gewoon absoluut niet handig om dit te gaan doen. Nee, nee. Maar, zoals al heel vaak wordt gezegd, elke keer stellen we alles uit. Hè? Elke keer worden de beslissingen niet genomen. Want technisch is het mogelijk, economisch is het eigenlijk mogelijk. Maar het gaat vooral om dat maatschappelijke. Heb ik dat zo goed samengevat? Ja, zeker. Dus IPCC is in 1990 opgericht. En vertelde toen al van, ja, dit is een probleem waar iets aan moet gaan gebeuren. Ja. In 1998 had je het Kyoto-protocol. Al die tijd zijn die emissies gewoon toegenomen. Ja. In 2015 hebben we het Parijsakkoord. En dat maakt wel wat uit. Dus ik geloof wel dat er nu heel veel dingen aan het veranderen zijn. Ja, en in het begin werd er een beetje gedacht dat het Parijsakkoord is een beetje slap. Dat is niet zo. Maar daar ben je anders over gaan denken, of niet? Ja, want het Parijsakkoord is eigenlijk een heel gek akkoord. We beloven als wereld dat we ruim onder 2 graden blijven. Het liefst 1,5 graad. Maar we hebben het niet verdeeld over de landen. Daarvoor was altijd het idee, het is hartstikke lastig. Hè, dus je moet eigenlijk goede afspraken maken onderling, wie gaat wat doen. Maar het nadeel daarvan is dat iedereen heel erg in de hak in de zand zet. Hè? Ja. Dus dan wil je zeker weten. Dus in Parijs dacht men, nou, laten we het omdraaien. We spreken eerst af waar we met z'n allen naartoe willen. En vervolgens spreken we af dat iedereen daar een bijdrage aan gaat leveren. Dat klonk heel zwak. Maar in werkelijkheid blijkt het veel toch wel inspirerend. Dus je ziet gewoon nu dat allerlei bedrijven, landen, dingen ermee gaan doen. En dat bleek ook dat nog eens een keertje de rechter iets met het Parijsakkoord kon. Omdat via zowel het Parijsakkoord als de rapporten van het IPCC de Nederlandse overheid in een taakstelling kreeg. Die werd voor het gerecht gesleept gewoon. Dus het had veel meer kracht dan in het begin werd gedacht. Ja. Welke landen doen het nou eigenlijk goed, waarvan je denkt, hey, die, of zijn er landen die het goed doen, waarvan je denkt, daar moeten we naar kijken?
En hoe doen ze dat dan? Ja, gemiddeld doen de meeste landen het nog niet, ruim nog niet goed genoeg. Dus landen moeten nu plannen inleveren. En nou, als je de meeste landen bekijkt, dan zie je dus dat er iets aan het veranderen is. Dus, maar dat als je gaat dat vergelijken met waar moet je heen, dat dat meestal nog niet genoeg is. Nee. Maar andere kant, het voelt wel als een kantelmoment. Ja, je hebt het over kantelmomenten vaak. Wat, jij maakt klimaatscenario's, een soort modellen. Kan je een beetje uitleggen wat die inhouden? Wat voor factoren spelen er allemaal mee? Nou ja, dus als je toekomstige klimaatverandering zou willen weten, dan moet je weten hoeveel energie gaan we gebruiken in de toekomst. Hoe gaat het met het land? Wat voor voedsel eten we dus? Hey. En dus dat betekent dat we ook nog moeten weten, wat is het levensstijl van mensen? Hoeveel mensen zijn er überhaupt? Dus wij maken dus projecties voor toekomstige bevolking, toekomstig energiegebruik. En daar moeten we ook nog inschattingen maken voor technologie. Maar je gaat wel uit van dan een bepaald gedrag, of niet? Ja, dus, maar we maken verhalen dus. Hè? Ja. Die modellen kunnen aardig beschrijven hoe het met technologie gaat, maar die kunnen niet beschrijven hoe dat gedrag eruit ziet. Dus we beginnen eerst met een verhaal. En een verhaal kan zijn, laten we eens aannemen dat dingen zo gaan als ze in het verleden gingen. Maar we kunnen ook heel expliciet gaan kijken van wat gebeurt er als mensen een dieet veranderen? Wat is daar het effect van? En waarheen moet dat dieet van? Ja, ik weet het al wel, denk ik. We moeten geen vlees meer eten. Ja, dat maakt heel veel uit, ja. Zie je? Wie eet hier nog vlees? Oh, maar ook heel enthousiast, weet je. Ja, dat soort dingen. Maar dat gaat toch... Dat is, je zegt wel van als ze dat zouden doen. Maar mensen zijn natuurlijk ook gewoontedieren en doen dat heel moeilijk. Wanneer, als je zegt dat kantelpunt brengt, wanneer is er een kantelpunt, wat je nu al merkt doordat die kosten heel hoog zijn bijvoorbeeld van energie, gaan mensen dikkere truien en lange onderbroeken aantrekken. Soms werkt het ook op die manier. Hè? Moeten we niet nog veel meer zeg maar, naar die afgrond toe? Ja, ik denk dat er een aantal... Nou ja, we zijn al dicht bij de afgrond. Ik schetste net al, hè, dat we hebben nog 10 jaar aan emissies, dan ben je die 1,5 graad voorbij. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je in 20 jaar moet je naar 0 toe. Nou, als je dat lijntje tekent, dan ziet dat er bijna als een afgrond... Nul emissie, hè? Ja, naar 0 emissie toe. Er zit als een afgrond uit. Gelukkig zijn er wel dus die lichtpuntjes waar we het over hebben. Het enerzijds technologie... We hebben in 2014 hadden we het 1 na laatste IPCC-rapport gepubliceerd. En toen keken we bijvoorbeeld naar verkeer. En dan was het verhaal van, ja, dat is wel heel lastig. Misschien moet je met bio-energie gaan aan de slag. Hè. We bio-energie gaan bijmengen met benzine. Ja, dus gingen we frietolie in de auto doen en zo. Ja. Ondertussen ligt het echt voor de hand dat we elektrisch gaan rijden. Ja. En die oplossing was in 2014 nauwelijks voorstelbaar. Nu denken we dat in 2030 verwacht je niet dat er nog een benzineauto wordt verkocht. Hetzelfde eigenlijk voor zon en wind. In 2014 schrijven we in dat IPCC-rapport, nou, zon en wind zijn best heel aantrekkelijk, maar wel wat duurder dan de fossiele brandstofalternatieven. Nou, in 2021 schrijven we dat zon en wind vaak goedkoper is dan... Dus je hebt technologisch heb je verandering. Nou, tegelijkertijd, en lichtpuntjes? Dus? Lichtpuntjes. Tegelijkertijd merk je dus ook wel dat dingen veranderen. ABP, die verleden jaar aankondigt, we gaan al onze investeringen in fossiele brandstoffen weghalen. Maar ik weet niet of mensen dat 4, 5 jaar geleden zich voor konden stellen. Ja, dus je ziet toch ineens dat kant tipping points heb je het over. Hè? Ja. Meerdere. Gebruik je die ook in je modellen? Dat je denkt van nou... Ja, dus die tipping point, dat idee van die tipping points kwam eigenlijk aan de van de impact kant. Dus de gevolg van klimaatverandering oorspronkelijk. Hè? Dat als je niet uitkijkt en de temperatuur verandert te veel, dan gaan de dingen echt mis. Hè? Het wordt te warm, Groenland gaat afsmelten. Maar inderdaad, datzelfde idee wordt nu juist ook aan de positieve kant meegenomen. Op het moment dat er misschien dieetverandering bijvoorbeeld aantrekkelijk wordt, je ziet andere mensen het om je heen doen, dan zou je verwachten dat dat gaat versnellen. Ja, nou zijn er ook wetenschappers die zeggen, nou, de CO2-uitstoot is niet het urgentste probleem, het gaat veel om dat verlies aan biodiversiteit, dat is veel, veel urgenter. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat het niet of-of moet zijn. We hebben gewoon een heleboel dingen in ons huidige economische systeem ingebouwd die op een verkeerde manier met de aarde omgaan. En we zullen dus oplossingen moeten vinden en voor het klimaatprobleem
en voor de biodiversiteit. Als we dat klimaatprobleem door laten gaan, dan gaat de natuur daar ook onder lijden, om die natuurstijging. Dus in die zin is het sowieso geen of-of. Maar je zou dus ook bij de klimaatoplossingen wel moeten kijken of je geen oplossingen kiest die niet goed voor biodiversiteit zijn. Ja. En dat bijvoorbeeld bij bio-energie, misschien heb je het nodig, maar dan heb je dus wel land nodig om bio-energie te telen. Dat kan heel negatief zijn voor biodiversiteit. Ja, ik begreep, ik las dat Groot-Brittannië het eigenlijk best wel goed doet. Kan je uitleggen waar dat aan ligt? Want je denkt, Johnson, weet je wel, dat is allemaal een toestand allemaal. Ja, maar die heeft toch met zijn kapsel van alles geregeld, denk ik. Ik durf je niet te helpen aan de onderliggende reden. Maar het is inderdaad wel zo dat Groot-Brittannië dus al een vrij lange tijd een aantal dingen goed op orde heeft. Als een van de eerste hadden ze een klimaatwet. Wat ervoor zorgde dat dus het een beetje uit de politieke sfeer getrokken werd. Die stond eigenlijk boven alle partijen. En toch een klimaatwet is het dan. Ja, en die geeft ook een lange termijn doel. En daarmee wordt elke opvolgende regering er gedwongen om aan dat klimaatbeleid te blijven voldoen. En ze hebben ook heel vrij snel een soort klimaatraad ingesteld. Dus een aantal wetenschappers die de regering adviseren. Maar een aantal van die instrumenten blijkt gewoon heel goed te werken. En die zijn dus nu veel verder dan wij? Maar ze zijn ook uit de EU getreden. Hoe gaat wie in de EU doet het goed? En in hoeverre heeft eigenlijk de Europese Unie het meeste invloed op? De EU zelf heeft vrij forse ambities. We hebben als EU hebben gezegd, we willen naar nul emissie voor alle broeikasgassen in 2050. En dat is een forse ambitie. Ja. En als je dan vervolgens kijkt... Dus over 30 jaar, kleine 28 jaar, moet het gewoon helemaal nul zijn. En ook, we hebben ook tussendoelen gezet in 2030 die daarmee in lijn zijn. Je mag ook van de EU wel verwachten dat wij een forse ambitie hebben. Als we net dat snelle rekensommetje deden, van in 20 jaar eigenlijk voor CO2 naar nul. Daar kan je nog een klein beetje extra tijd kopen door bijvoorbeeld bij herbebossing haal je CO2 uit de lucht. Ja. Dus die modellen zeggen 2050 wereldwijd CO2 nul. Nou, als je wereldwijd op CO2 nul wil uitkomen, en we hebben ook landen als India en Afrika waar je nog wat ruimte wil geven, omdat de bevolkingsgroei sneller is, de economische groei sneller, zal je als EU ook je rol moeten pakken. Dan komt nog een keertje bij dat veel van de emissies historisch natuurlijk ook van ons kwamen. Ja, wij hebben als Europa eigenlijk ook die verantwoordelijkheid, hè? Omdat wij natuurlijk al het meeste kwaad hebben gedaan. Precies. Nou, en daarmee, als we als Europa zeggen, we gaan naar nul toe in 2050 voor alle broeikasgassen samen, dan is dat iets ambitieuzer dan CO2 nul. Ja. Maar dat mag dan ook wel. En je kan zelfs afvragen, moet je nog een klein beetje sneller? Ja. En de tijd waar we nu in zitten met zo'n oorlog en Poetin die zo... Weet je, wat voor, dat heeft toch volgens mij zoveel invloed in een algehele consensus van we moeten die aarde redden. Ja, dus, hoe ga je daarmee om? Ja, wij maken dus die lange termijn voorspellingen. En, ja, en dan komt dit ineens. En dan komt dit er dus door. En vorige keer ook al COVID. Met die lange termijn voorspellingen weten we even niet hoe dat de invloed erop zit. Op de korte termijn weten we natuurlijk, proberen er wel over na te denken. Je merkt nu dat er een neiging is om weer naar die fossiele brandstoffen te gaan ook. Hè? Omdat in respons op het feit dat we geen gas hebben, moeten we die kolencentrales langer open laten. Gelukkig ook wordt er wel een poging gedaan om te zeggen, misschien moeten we sneller naar zon en wind. Mm-hmm. Ik kan op dit moment echt nog niet zeggen hoe dat uiteindelijk uitvalt. Het is wel heel belangrijk dat klimaat op de agenda blijft. Dat het niet zo is dat we nu zeggen, we hebben een hele andere crisis, laten we klimaat maar weer weglaten. Ja. Maar hoe kan je dat forceren? Want het is natuurlijk korte termijn, zo denken mensen ook snel, weet je. Want je denkt, ja, je bent nu hebben we energie nodig, nu hebben we kolen, gas, wat dan ook nodig. En dan gaat Groningen gewoon weer open. Want dat begreep ik ook, dat de EU zegt, ja, jullie hebben daar een enorme voorraad. Gooi dat open, hè, dat soort dingen. Ja. Nou ja, op de iets langere termijn gaan die twee dingen samen. Ja. Op de iets langere termijn is het zo dat van het gas afkomen heeft te maken met energiebesparing, dat heeft te maken met hernieuwbaar. Dus daarmee mag die klimaatagenda
in de agenda om van fossiele brandstoffen sowieso af te komen vanwege energieafhankelijkheid. Dat kan met elkaar samengaan. Mm-hmm. Dus het is alleen maar heel belangrijk om dat nu ook te blijven beseffen. Ja, en waar staat Nederland als in het rijtje? Ja, in het verleden. Waren we het beste jongetje van de klas? Nee, juist niet. Oh. We hebben eigenlijk het heel lang heel slecht gedaan. We zijn, terwijl emissies in heel veel landen om ons heen aan het dalen waren, zijn onze emissies in Nederland tot 2012 of zo nog blijven stijgen. Waar lag dat? Gewoon aan ons gas en zo, of niet? Ja, ik denk een combinatie. Onder andere dat we elkaar altijd vertellen dat we het zo goed doen. Heel veel wisselend beleid. Nederlanders zijn bedweters. Ja, precies. Staat er al. En, wij doen het zo goed. Hè? We hebben een intelligente lockdown. Ja. Ja. We hebben dus nu in ieder geval wel de goede ambitie. Hè, dus we hebben... Doelen, de ambitie is goed. Ja, de doelen die we hebben gezet, die zijn goed. We hebben ook vrij veel geld gereserveerd. Ja. Wat ik in Nederland wel opvallend vind, is dat we heel erg veel over 2030 hebben afgesproken. En we hebben nog eigenlijk weinig nagedacht hoe dat nou in 2050 eruit Precies. moet gaan zien. Want dat is eigenlijk, dit was gewoon de tussenstap, toch? En 2050 is het uiteindelijke doel Precies. dan. En je moet nul. En je moet uitkijken dat je dus na 2030 toen geen keuzes gaat maken die eigenlijk tot in dat lange termijn traject helemaal niet handig zijn. He, dus, wat zijn dat voor keuzes dan? Nou ja, in het verleden gelukkig is die optie weggebleven. Maar je had van kolen naar gas kunnen gaan. Dat bespaar je de helft van je emissie. Ja. Maar daar heb je op de lange termijn helemaal niks aan, want dan zit je weer aan het gas. Gelukkig is die optie nu minder voor de hand liggend. Maar er zijn wel meer van dat soort dingen waar je kan bedenken van ja, dat. Kijk dan meteen eigenlijk waar je de lange termijn naartoe wilt. Maar je zei dus, we deden het juist niet zo goed. En nu deden we het eigenlijk wel beter. Maar waar staan we dan een beetje? We houden wel van lijstjes. Ja, we staan nu al een beetje onderaan. Toch wel. En de vraag is alleen, met de ambities die we nu geformuleerd hebben. Of we eentje naar boven kunnen klimmen. Ja. En hoe zou jij die boeren aanpakken? Het is een heel ander probleem. Hè? Ik was hier voor de klimaatverhaal. Nou ja. Ja, maar het punt is natuurlijk, wordt ook heel veel gezegd, maar omdat ze natuurlijk van die tractoren rijden. Ja, nou ja, het punt is vooral ook dat zolang wij heel veel vlees produceren, dat er ook heel veel methaanemissies ook zijn. Ja. Methaan is ook een broeikasgas. Ja. Trouwens, ja, dat methaan is eigenlijk nog erger, heb ik gehoord. Ja, dus we hebben, dan CO2, toch? Ongeveer 20% van de emissies wereldwijd hebben te maken met ons voedselsysteem. Ja. Hetzij door de ontbossing, hetzij door dat methaanemissies van vleesproductie voornamelijk. En wij eten in het Westen zoveel vlees dat het eigenlijk ook boven het voorgeschreven dieet is qua gezondheid. Dus wij hebben vooral ook zitten doorrekenen, als je nou alleen maar teruggaat naar de aanbevelen hoeveelheid op basis van gezondheidsaanbevelingen. Hoeveel vlees zou je dan moeten eten? Even voor de mensen die hun handen opstaken. Er is iets wat heet het Willett dieet. Dat is een Amerikaanse hoogleraar uit Harvard. En die heeft aangeraden op maximaal 100 gram rood vlees per week te zitten. Dus met name koe. Gewoon een onsje. Ja, en dat zou ook voor het milieu echt wel heel veel schelen. Per week? Ja, maximaal. Stel je voor, ja, maximaal. Ja, maar ik denk dat het ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het ook een transitie is die we moeten kunnen maken. Ja, ja. Nee, het is een beetje flauw om over die boeren te beginnen. Maar je merkt wel, want het is heel erg moeilijk om daar ook een kantelpunt in te vinden, toch? Dat je ineens, wat vroeger over het roken werd gezegd, ineens is er een kantelpunt en rookt niemand meer ergens ongeveer. Ja, ja. En ik, in die discussie over. De landbouw in Nederland. Opvallend is natuurlijk dat wij als Nederland zijn we nu de tweede landbouwexporteur qua waarde ter wereld. In een land dat heel dicht bevolkt is en een klein land is. Klein. Ja. En dat heb je gecreëerd doordat je heel veel gesubsidieerd hebt. Het ligt niet. Het,
het ligt niet voor de hand om dat zo te houden. En dat betekent dat je dat moet veranderen. Ik denk wel dat het belangrijk is om dan ook een wenkend perspectief te schetsen naar die sector. Ja. En als jij nu Rutte was. Wat we helemaal hopen eigenlijk. Aan welke touwtjes zou je nu willen trekken? Waarvan je denkt, dit gaat allemaal te langzaam. Kan je dat een beetje schetsen? Of was jij gewoon minister van Milieu en... Ja, het lastige is dat we onszelf nu zo erg op die afgrond gezet hebben dat het niet meer zo is dat je kan zeggen van alleen daar. Het is ondertussen overal. Ja. Dus het betekent... Dus het is een hele grote reset eigenlijk. Hè? Het is een enorme reset in alle sectoren. Is dat grappig? De woordkeuze misschien niet. Maar dus we hebben en... we hebben het en nodig... dat in de aanbodzijde we naar richting hernieuwbaar gaan. Dan die kansen zijn er gewoon. We hebben en nodig dat we minder energie gaan gebruiken. Dat kan gedeeltelijk met energiebesparing. Het is ook goed als we daar gaan zoeken naar gedragsverandering. We zullen dus ook bij de landbouw moeten zoeken naar emissiereducties. Het is allemaal ondertussen en geworden. Ja, want jij zei ook, een quote van jou heb ik hier staan... we falen als mensheid als we het klimaatprobleem niet oplossen. Ja, het is toch inderdaad bij de wilde spinnen af dat wij dat niet kunnen oplossen, hè? Of niet? Het is dus... we weten ook, als je economisch gewoon uitrekent... wat is de schade van klimaatbeleid... en wat zijn de kosten om het op te lossen. Ja. En dan komt uit al die sommetjes dat zelfs economisch... dat je veel gewoon naar die 1,5 graden wil. En... het is technisch gewoon oplosbaar. Dat was zeker in het verleden zo. Het is nu heel erg lastig geworden omdat we het zo lang hebben uitgesteld. Is nog technisch oplosbaar. Ja, zeker. En economisch is het eigenlijk interessant. Ja. En dan zitten we weer waar ik begin, dat maatschappelijk. Hè? Gewoon eigenlijk het doen. Ja, en het aandurven. Dus zorgen dat je ook als overheid die stip op die horizon zet. En daarmee beleid aanstuurt die... de samenleving die kant op stuurt, maar ook die een denkend perspectief biedt. En hoe zou ons leven eruit zien? Moeten we ook wel beseffen dat we gewoon een aantal verworvenheden of luxe dingen gewoon niet meer kunnen doen? Hoe kan je dat schetsen? Ja, dus het hangt er. Dus er zijn meerdere oplossingen mogelijk. En we hebben. Dat betekent dus bij verkeer bijvoorbeeld, hè, dat we sowieso naar nul emissie moeten. Ik heb een auto, die dus, moet ik dus gewoon weg. Die gaat of elektrisch worden. Ja. Maar dan nog is het handig om na te denken, moet ik altijd reizen? En waar kan ik ander transport gebruiken? Transport is al een heel groot ding. We moeten eigenlijk allemaal anders, of deelauto's, als elektrisch... En, hè? Ja, maar bij alle sectoren kunnen we dus dit soort gesprekken hebben. Uiteindelijk is het een verandering die technologisch is, maar die ook in ons gedrag zit. Ja. Maar ook juist ook in de infrastructuur eromheen. Hè? Dus als jij straks al die huizen moet gaan veranderen, dan is dat dus niet alleen dat technische verhaal. Nee. Maar ook zorgen dat er mensen zijn die verandering kunnen gaan maken. En het gaat lukken. Je bent optimistisch, hè? Toch? Dus op dit moment, als we nu plaatjes maken, waar gaan we nu heen? Dan gaan we naar ongeveer 3 graden. En dat is... Wat zou 3 graden betekenen? Ja, dat is niet best. dus ik wilde naar optimisme toe, maar... Nee, 3 graden bijvoorbeeld voor zeespiegelstijging op de hele, hele lange termijn... betekent dit 10, 20 meter zeespiegelstijging. Ja. Dus, maar hele, hele lange termijn, dat is? Nou, we hebben aan het eind van deze eeuw... zou je maximaal aan zo'n 1,5 meter zitten. Maar het gaat daarnaast heel snel door. Dus 6 meter in 2200. En dat is voor Nederland natuurlijk... Funest, ja. Waar we optimisme zit er een klein beetje in. Dat als we die projecties 10 jaar geleden maakten, kwamen we hoger uit. Serieus. Ik denk echt dat we wel gaan... Als we blijven benadrukken dat die verandering nodig is... Hè, dat we ook wel naar 2 graden kunnen. De allerbelangrijkste is dat we ook proberen door te drukken...
naar die anderhalve graad. En die anderhalve graad. Omdat is, zo'n halve graad heel veel verschil maakt. Een voorbeeld, koraalriffen. We kunnen de verwachtingen, dat is het rapport van de IPCC, dat bij anderhalve graad verliezen we helaas 70% van de koraalriffen wereldwijd. Bij 2 graden 100%. Ja. Dus er is, er staat, ja, die kunnen niet tegen die warme zee, hè? Er staat ontzettend veel op het spel nog steeds. En we zien dat het te doen is. Ja. En een beetje tot slot, want jij hebt ook geschreven van eigenlijk de bedrijven die bijvoorbeeld positief zien, hè, die kansen zien, die zeg ik het nou zo goed, of degene die heel erg de hak in het zand zit, dat is allemaal, dat werkt gewoon niet. Je moet veel meer naar kansen kijken. Ik citeer je niet goed. Maar je moet jezelf weer eventjes oppakken. Ja, ik weet niet meer precies waar ik dit. Je weet waar ik het over heb, hè? Maar ik denk sowieso dat inderdaad wel dat voor bedrijven nu geldt. Hoe ga je zorgen dat je past in die nieuwe samenleving? Ja. En ik had het net al over ABP. Het komische was dat we hadden een afgelopen week een bijeenkomst bij de directie van ABP die ons gevraagd hadden van als wetenschappers kunnen jullie iets mee met ons meedenken. En daar zaten ook mensen van de milieubeweging. En die mensen van de milieubeweging vertelden dat ze 2 jaar geleden met de bordjes voor de deur stonden. En nu waren ze uitgenodigd in de directiekamer om een beetje mee te denken over. Het gaat me niet om dit specifieke bedrijf. Maar ik denk wel dat als bedrijf moet je nu ook gaan zoeken naar wie kan mij helpen om die verandering te gaan maken. En in dit geval was het dus gedacht van ja, misschien is de milieubeweging eigenlijk ook wel een partij. En merk je zelf ook dat je vaker wordt uitgenodigd om je. Nou zit jij ook bij de KNAW, dus je mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering en aan politici. Merk je ook dat jij meer nu daarbij wordt gehaald? Ja, de laatste jaar zeker, ja. Ik denk dat nu inderdaad wel. Nou, bedrijven absoluut bezig zijn met de vraag van sommige bedrijven in ieder geval hoe kan ik in 2030 ook een rol hebben. Ja. En grote reuzen als Shell of wat dan ook, hoe krijg je die? Die zijn wel al een beetje bezig, maar heb je het idee dat je daar? Ik denk dat een aantal bedrijven het heel erg lastig gaat worden om die bocht te maken. Dat je dus zal misschien moet zoeken naar in die energiesector. Misschien niet naar Shell dan, maar naar de bedrijven die wel in zonwind zitten. Ja. Ja. Ik ben even stil van, sorry. Je blijft toch wel optimistisch. Je denkt toch wel van, ik zie het wel zitten. Nou ja, ik denk, dat paadje, dat gaan we toch nog wel lopen. Ik denk meer dat het weinig zin heeft uiteindelijk om alleen maar met doembeelden te gaan zitten. Ik denk dat, dat de instelling zou moeten zijn om na te denken welke paden beschikbaar zijn. En te zorgen dat we enerzijds ook schetsen hoe het verkeerd gaat als je op de huidige route doorgaat. Als je op die snelweg doorgaat. Ja, maar ik denk dat het daarnaast gewoon super belangrijk is om te blijven schetsen hoe we wel in de buurt van die anderhalve graden kunnen blijven. Ja. En het heeft misschien niet eens zo heel veel met optimisme of pessimisme te maken. Het heeft te maken met zorgen dat we een wenkend verhaal daarbij blijven houden. Ja, en iets wat inderdaad boven alle partijen staat. Hè? Gewoon dat doel moeten we halen. Welk kabinet we ook hebben of welke coalitie, dat moet boven alles hangen, zoals eigenlijk. Ja, en overigens gaan we dus ook in Nederland nu ook zo'n klimaatraad instellen. En zit jij daarin? We mogen solliciteren. Er komt een oproep en vervolgens. Oh, je moet echt je cv inleveren en zo. Ja, dus ja. Ik weet niet wat ze gaan zoeken. Het kan best zijn dat ze ook mensen juist. Hopelijk gaan ze ook misschien wel niet-wetenschappers erbij betrekken. Ja, nou ja, misschien. Ga je solliciteren? Ik ga solliciteren. Oh. We hopen dat jij het wordt. Dank je wel, Detlef van Vuren. Dank je wel.